Vanmiddag is Dorpsplein Diepeveen bij Pasman, woonprofessionals en vakschilders. En spreek ik met Martijn en Arnoud. Heel leuk dat jullie mag interviewen. Ja. Vertel eens iets over jezelf, Martijn. Nou, ik ben Martijn Pasman. Ik woon zelf op de Platvoet, net in Deventer, met mijn vriendin en twee dochters. Ik werk natuurlijk hier in de zaak met veel plezier. Ik doe aan zwemmen bij de Rensbrigade in Deventer. Okay. En dat vind ik erg leuk. Ja, ja. Daar geef ik ook les. Leuk. Ja. Ja. En Arnoud? Ik ben Arnoud Pasman. Ik woon ook niet in Diepeveen helaas. Net op Borgen. Ik ben getrouwd. Twee kinderen, zoon en dochter. En ik werk hier ook vrij lang. Heb je ook nog hobby's? Ik hou van Formule 1. Ik spaar modelauto's. Vind ik erg leuk. Modelauto's. Modelauto's, oké. Ja. Nog een bepaald merk? Formule 1. Formule 1? Voornamelijk. Okay. Ja. Dus je kijkt regelmatig naar Max Verstappen op dit moment? Zeker. Absoluut. Absoluut. Leuk, ja. Heel mooi. Jullie zijn schilders en woonprofessionals, ik zei het net al. Hoe zijn jullie zo in het vak gerold? Nou, het bedrijf bestaat al vrij lang. Dus mijn opa en oma zijn met het bedrijf begonnen en dat is toen weer overgenomen door mijn ouders. En zodoende zijn wij daar ook weer ingerold. Dus we zijn wel met de paplepel grootgebracht, zeg maar. Dus met het schilderen. Met het schilderen, ja. Ja. En hoe lang is dat geleden dat je grootouders begonnen zijn? We hebben het opgezocht op de akte, zeg maar, en het was in 1948 zijn ze begonnen. Ja. Dus het bedrijf bestaat nu 70 jaar. Meer dan 70 jaar, inderdaad. Ja. Dus, maar hoe ben je dan zo zelf in het vak gerold? We deden natuurlijk al in de vakanties en zo meewerken. En in de winkel staan deden we al op vrij jonge leeftijd. En we hebben natuurlijk geleerd en op school ook de keuzes gemaakt van wat zouden we nou graag willen doen. En toch leek dit ons het leukst. Mm-hmm. En dat geldt eigenlijk denk ik voor beide. Ja, dus, ja. Klopt. Wat heeft jouw vader je geïnspireerd op Arnoud? Ja, ik weet niet of geïnspireerd, maar ik denk dat ik wat moet doen met mijn handen. En dus de hele dag op kantoor zitten zou niks voor mij zijn. Ja. Ja, en dan is dit wat je kent. En dan denk je van nou, het is misschien wel leuk om een bedrijf over te nemen. Ja, ja. Dus, en daarbij ook het ondernemerschap is natuurlijk leuk. Dat je voor jezelf werkt en dat je weet precies waar je het voor doet. Ja. En het bedrijf is nu van jullie of Het bedrijf is nu van ons samen. Oké, okay. Ja. En hoe gaat dat samen? Nou, dat gaat eigenlijk wel goed. Ja. Ach ja, we hebben overal, natuurlijk hebben we wel eens een verschillen wel eens ergens van mening. Maar dat is nooit zo groot dat problemen geeft. En je bent dan niet met elkaar op de vuist geweest? Nee, gelukkig niet. Over het algemeen denken we redelijk hetzelfde over, over het bedrijf. Okay. Maar dat is best wel eens tegen ons gezegd van door andere mensen van ik moet er niet aan denken om met familie samen te werken. Maar goed, we hebben natuurlijk altijd met onze ouders samengewerkt. Opa en oma zelfs daarvoor nog. En dat is eigenlijk altijd wel goed gegaan. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus, en is er dan nog een soort taakverdeling tussen jullie? We doen eigenlijk beide wel zo goed als alle taken. Dus het schilderen doen we natuurlijk allebei. Daar hebben we ook de opleiding voor gehad. Wat ik voornamelijk doe, dat is de stoffering. Dus dan bedoel ik eigenlijk meer de vloerbedekking leggen. Dat is iets wat ik eigenlijk doe. Arnoud helpt daar wel bij, maar de eindafwerking dat doe ik eigenlijk. Maar voor de rest doen we eigenlijk wel beide alle taken. Want alles wat we in de winkel, we doen natuurlijk het schilderen, hè, het schildersbedrijf. Dat eigenlijk meer bestaat uit het traditioneel schilderen, glas zetten en behangen. Hè, dat valt nog wel redelijk onder het schildersbedrijf. Maar alles wat we in de winkel verkopen, dat doen we ook allemaal zelf plaatsen en ophangen. Dus die taken doen we ook allebei. En als ik dan naar Arnoud kijk, wat vind jij het leukste om te doen? Om te doen? Ja.
Ik denk dat voornamelijk ook gewoon de variatie is. Dus ja, dat je constant wat anders doet. Je hebt niet een bepaalde voorkeur voor schilderen of inrichten? Dan is dat, vind ik behangen echt heel leuk. Behangen? Ja, okay. Dan mag het mij ook wel moeilijk zijn. Ja, ja. Dus met hele heftige patronen. Ja hoor. Dat vind ik wel leuk. Maar verder is echt gewoon de variatie. Dus dat je de ene keer al schilder bent en dan hang je haar op. Is er één nog creatiever dan de ander? Ik denk dat het creatiever is. Okay. Die zorgt ook voor de etalages in de winkel bijvoorbeeld. Daar bemoei ik me helemaal niet mee. Dat is altijd heel erg mooi, vind ik zelf. Ja. Compliment. Ja, nee. Dus daar bemoei ik mij helemaal niet mee, gelukkig. Dus ik denk dat het wel de meest creatieve is. Okay. Maar we hebben daarnaast ook nog, we doen in de winkel ook wel aan interieuradvies. En we hebben ook iemand in de winkel, die een werknemster, Karin. Die dat voor een groot deel voor haar rekening neemt. Kijk, wij kunnen daar natuurlijk zelf ook wel door ervaring een hoop over vertellen en hoop adviseren. Maar dus je hebt een medewerker en dat is Karin. Ja, in de winkel. Ja. Heb je buiten ook nog andere schilders die helpen? Ja, we hebben nog we hebben op dit moment één schilder nog in dienst. Ja. We hebben ook wel eens dat we er twee hebben. Maar veel groter willen we ook eigenlijk niet worden, want dan, net als Arnoud zei, we willen graag wat met onze handen doen. En als we, stel dat we te groot worden, dan kom je al gauw aan heel veel kantoorwerk en rekenwerk. Ja, en dat hebben we nu natuurlijk ook wel, maar hoe groter je wordt, dan kun je zelf bijna al niet meer mee gaan werken. Ja. En dat willen we zeker niet. Jullie staan allebei wel in de winkel? Ook. Ja. Dus het is een hele strakke planning. Het is wel eens een strakke planning, ja. Dus degene, Karin, die staat voor 3 dagen in de winkel. En dan staan wij nog 1 door de weekse dag in de winkel en de zaterdag doen we de winkel. Dus, En hoe druk zijn jullie op dit moment? Wij zijn nu behoorlijk druk. Ja. Ja, en dan zeker het buitenschilderwerk. Dat is nu. Maar dat is natuurlijk ook typisch. Werk voor in de zomer en de voorjaar als het goed weer is. Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Ja. We zijn ieder jaar natuurlijk wel in de zomer veel drukker dan in de winter qua schildersbedrijf. Maar het is nu wel, behoorlijk druk. Mm-hmm. Ja. Gelukkig. Als je kijkt naar de ontwikkelingen in de schildersbranche, Arnoud, is er dan iets te zeggen? Wat is in? Wat is een hype? Wat gebeurt er op dit moment? Voor het buitenschilderwerk is er niet echt. Nee. Ik zie heel veel zwarte kozijnen. De kleurstellingen veranderen wel eens. En dat is dan nu wel een beetje de grijs tint en de zwarte. Dat is dan misschien wel het enige. Maar we zitten hier toch meestal nog wel een beetje in het dorp ook. En dan heb je wat oudere panden. En dan wordt het niet altijd naar de moderne kant. Want dan houden ze het meestal toch wel vaak traditioneel. Ja. Maar jij adviseert denk ik dan ook, als jij de creatieve geest bent, zeg je van, doe dit nou eens even pimpelpaars of zo. daar hebben we dan eigenlijk meer degene voor in de winkel die wat dat betreft, zeg maar, de creatieve kant doet. Dus dat is echt toch meer het stilistische. Dus hij kan bij je huis gaan kijken en zeggen, ik zou het zus of zo doen. Ja, en dan binnen leuk. En buiten. En dan ook alles combineren wat we hier in de winkel hebben. Ja, leuk. Ja. Kijk, en als het dan weer op de technische kant aankomt, dus het moet opgemeten worden, of er moet een ondergrond bekeken worden, of iets wel kan of niet, dan komen wij zelf weer in actie. Duidelijk. En als je kijkt naar de toekomst, je zegt ik wil niet groter groeien, dus eigenlijk op deze manier verder gaan? Ja. Of heb je nog bepaalde ontwikkelingen in het vizier, waar je zegt dat zou ik nog wel eens erbij willen doen? Nou, ik vind al wel dat wij behoorlijk veel doen. Ik had een lijstje opgeschreven, maar dus schilder behangen. Maar we doen natuurlijk tapijt leggen, vloeren leggen, gordijnen ophangen, zonwering, horren. Ik denk wel dat het genoeg is. Mensen vragen wel eens, kunnen jullie ook niet een wandje stukken? Ik zeg, misschien dat ik het best wel zou kunnen, maar er is ergens een grens. Leuk. Ik denk dat we nu wel... Mooi verhaal, heren.
Wil je nog iets zeggen ter afsluiting? Heb je nog iets wat je kwijt wil, wat ik niet gevraagd heb? Nou, ik zou het zo niet weten. Kijk, het schilderen, je vroeg net over de ontwikkeling in de verf en zo. De verf is natuurlijk een behoorlijk traditioneel product. Dus eigenlijk verandert daar niet zoveel in. Het zijn vooral de trends, zeg maar. En die zien we veel meer terug, zeg maar, in de winkel, in het interieur. Eigenlijk nog meer dan in het exterieur. Kijk, en daar hebben we dan ook genoeg. Dat verandert steeds, het behang. De vloeren en de gordijnen, dat verandert constant. Maar buiten, dat blijft vrij traditioneel. Oké. Nou, ik denk een hele mooie afsluiting. Dank jullie nogmaals voor het interview en ik wens jullie veel succes. Dank u wel. Ja.